Als je naar die, als je naar die ogen van dat kind kijkt, dan denk ik niet 100% zeker of dat deze een keuze was. Hey, hey mensen, ik ben Jamila Baidoo, 29 jaar, nog heel even. En leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Het is oktober, het is de maand van boe, de maand van de Halloween toestanden. Normaal verdiep ik mij er niet echt in, maar ik ben zelfs aan het twijfelen om misschien wel iets te gaan doen met Halloween dit jaar. Omdat, laten we zeggen, mijn leven komt nogal hard overeen met Halloween. Dus ik dacht, ik ga mijn leven vieren. Zoals dat je kunt zien, ik heb mijn eigen heel eng gemaakt vandaag. Ik dacht, dat past goed bij het concept van de video. Ik heb er niet al te veel moeite voor moeten doen. Het ging nogal redelijk natuurlijk en vanzelf. Maar zoals die puist dat je hier bijvoorbeeld ziet, dat is niet echt... Daar heb ik er op gedaan om jullie bang te maken. En die wallen hier onder mijn ogen, die heb ik er ook op gezet om het een beetje boe te maken. Dus ja, voilà. Ik ben helemaal in kostuum. En daar gaat het vandaag ook over, want we gaan kijken naar de mottigste, raarste Halloween kostuums. Dus als je zelf nog geen idee hebt welk kostuum dat je dit jaar wilt aandoen met Halloween, dan ga je dat na deze video 100% zeker weten. Want ik heb de allerraarste kostuums eruit gekozen. En raar zijn in deze wereld is uniek. Dus ik zou zeggen, kies er een kostuum uit op het einde van de video. Laat mij weten welk kostuum jullie gaan dragen. En dan gaan we starten. Ah ja, we gaan het woord van de dag doen. Dat moet niet altijd op het einde van de video. Want weet je waar ik echt mottig van word? Ik zie jullie allemaal heel graag, hè. Maar waar ik niet tegen kan, dat is dat mijn video online komt. Letterlijk. Nog geen minuut, nog geen 30 seconden. En dan ineens denk ik het woord van de dag in de chat staan. En dan denk ik, the fuck. Ik snap dat gewoon een reactie of een likes kult of dergelijke. Begrijp mij niet verkeerd, maar... Weet je, een video duurt meestal rond de 10, 20 minuten bij mij. Je kunt niet na 1 minuut ineens het woord van de dag zeggen als dat woord van de dag helemaal op het einde van de video zit. Dat gaat niet. Of van die mensen die reageren, oh my god, dat was een keileuke video. Ik heb ooit een video geplaatst, ik kan me niet meer herinneren welke dat was. Maar dat was een super erg verhaal dat ik aan het vertellen was in die video. En iemand reageerde na 1 minuut in de chat, hahaha, grappige video. Die heeft daarna die reactie terug verwijderd, omdat hij totaal niet door had van, oei, dat was geen grappige video. Please, kijk eerst naar de video en reageer dan gewoon. Like, don't be like that. En ik weet ook dat andere mensen in de chat er zenuwachtig van worden, dat sommige mensen dat doen. En dat je first reageert en zo, dat interesseert me allemaal niet. Dat is allemaal oké. Maar alsjeblieft, niet het woord van de dag na 1 minuut, terwijl dat pas na 20 minuten herkenbaar zou moeten zijn. Oké, we gaan kijken naar de meest rare Halloween kostuums. Dit is het allereerste kostuum. Ik heb geen fucking idee wat dat deze is. But I love it. Zou ik het dragen? 100%. Ik zou gewoon mensen in een oprit gaan staan, gelijk dat, en doen alsof ik, ja, wat is dat? Dat ben? Maar ik vraag mij gewoon een beetje af, wat moet dat eigenlijk voorstellen? Is dat like gewoon stro? Levend stro, ja? Maar dat zou ook al direct een heel ander gegeven zijn als die een bril en die hoed er niet bij zou zijn, dus dan maak het wel af. Dus wilt je dit jaar levend en wandelend stro zijn? Ik heb geen idee waar je dat kunt kopen, maar ik denk dat je het gewoon zelf ook kunt maken. Voor de mensen die op een boerderij wonen, Halloween. This kid was a fart for Halloween. Ik vraag me altijd af hoe dat zo'n situaties tot stand zijn gekomen. Wat gebeurt er dan? Zitten die in de zetel of tijdens het avondeten zo van... En Jeffrey, welk ga jij dit jaar aan doen van kostuum? En dat je kleine dan denkt van... Oh, ik heb altijd al een scheet willen zijn. En dan kijkt die moeder zo raar van... Nee. En dan zie je die vader ondertussen ook niet meer aan tafel zitten, want hij is in zijn garage al een heel kostuum ontmaken dat op een fucking brats lijkt. Allee, ja. Het is grappig, maar ik denk niet dat heel veel mensen gaan snappen wat dat het is. Ook het feit dat hij zo'n toetertje vast heeft, dat vind ik nog wel grappig. Maar als er dat op mijn deur staat, nee. Ik zou niet denken dat dat... Ik zou denken dat dat een boeket bloemen is. Of een verwelkte boeket bloemen, maar ik kon niet denken dat dat een scheet is. De volgende vind ik oprecht echt nice. Ik denk dat dat een leuke is voor veel mensen om met Halloween zo rond te lopen. Zoals dat je hier kunt zien, er zijn veel van die soorten kostuums zoals dit. Maar deze vind ik wel oprecht een echt een Halloween vibe. Want wat ik ook niet zo fijn vind, allez, dat is mijn opinie, maar tijdens Halloween, dat mensen zo als een prinsesje gekleed zijn. Like, don't do that.
Het is Halloween. It's supposed to be scary. Een prinses of mensen die als een pot ijs verkleed zijn. Like, sorry. De laatste keer dat ik mijn diepvries heb opengetrokken, ben ik niet geschrokken omdat er ijs in zat. Ik was vooral geschrokken omdat er geen ijs meer in zat. Maar ja, goed, dat terzijde. Dat is er dan ook als je met iemand samen woont. Maar goed, whatever. Ik vind gewoon dat moet een beetje eng blijven, weet je wel? Halloween kostuums die dan niet grillig zijn, ja, doe dat gewoon op carnaval, gestallen, joh. Maar deze is nice. En hoe zit dat in elkaar? Ja, ik weet dat niet, maat. Dat is gewoon een frak en dan wordt daar iets ingezet waardoor het aan een lichaam lijkt. En dan komt die kop van dat kind door die frak. En dan met een pot er rond, hè. Ik hoop wel dat kind een beetje kan ademen, want dat is wel... Maar als je zoiets kunt creëren, dan ga je wel een winnaar zijn, denk ik. Het volgende kostuum is het engste, maar ook het engste kostuum dat ik ooit heb gezien. En ook mijn meest favoriete kostuum. En de kans is groot dat ik dit jaar met dat kostuum iets ga doen. Er is niks enger, mensen. Niks, maar dan ook niks in de wereld enger dan het COVID-19 vaccinkostuum. Deze vind ik geniaal gewoon. Die kleine is letterlijk verkleed als het vaccin. Dat kan toch niet zoiets? Die ouders ervan zijn sowieso ook anti-vaxxers. En die hebben echt zoiets van... Jij gaat dit jaar in het meest enge kostuum ever. En er is tegenwoordig niks enger dan COVID-19. Dus bij deze hier, hups en spuit, kom maar snoepjes vragen bij de buren. Dat vind ik geniaal, gast. Dat is pas echte horror, snap je dat? Dat is echte horror. Dat is de horror van het leven waarin dat we zitten, godverdikken. Dan de volgende. Ik weet niet of dat deze een kostuum of mishandeling is. Als je naar die ogen van dat kind kijkt... Dan denk ik niet 100% zeker of dat deze een keuze was. Like, I'm not sure. If it was a choice. Goh, is dat eng? Ja, ik weet dat niet. Een ontvoering is volgens mij wel eng dus. Maar hoe kan dat mannetje nou zelf snoepjes ontvangen? Die zit helemaal vastgebonden gewoon. Hoe kan hij nou een snoepje krijgen? Ja, sommige ouders zijn nogal... raar. Het volgende kostuum vind ik echt een leuke voor ja, jongere kinderen dan. Echt zo kleutertjes. Namelijk Chucky. Ik denk dat je van je kind, als die zo op die hoogte zit of die lengte of whatever dat is, dan denk ik dat je er wel gemakkelijk een Chucky van kunt maken. En in deze is ook gewoon echt goed gelukt. Dat haar, alles is echt on fleek gewoon. Dus ik denk dat je zo echt een kindje van die leeftijd, die lengte hebt en zo, dat je echt wel, allee, dat je er een leuke Chucky van zou kunnen maken. Zijn er trouwens mensen in de chat dat Chucky niet kennen? Want ik vraag me eigenlijk altijd af, omdat ik een redelijk jong publiek heb, denk ik altijd van... Weet je, dat zijn mensen die geboren zijn in allee, oh, bekend al 2010 en zo, hè. 2007, 2006. Natuurlijk ook oudere mensen, hè. Voelen jullie niet buitengesloten. Jullie zijn er ook, hoor. Maar los daarvan denk ik altijd van, zouden er echt mensen zijn die dat Chucky niet kennen? Want dat is wel een ander soort horror, zal ik maar zeggen, dan hetgene wat wij nu hebben. Dus laat me weten in de reacties, kent je Chucky, ja of nee? En zet het woord van de dag erbij, wat ik trouwens nog altijd niet heb gezegd. Ik ging dat zeggen op het begin van de video. Cool. In het midden van de video, mensen. Het woord van de dag is... Dit woord heeft niks te maken met deze video. Normaal maak ik toch ergens een link. Maar ik was gewoon in mijn eigen aan het zeggen, zeg het eerste woord dat in u opkomt, Shamila. En dat woord was trampolinebuis. Ik weet niet wat dat een trampolinebuis is, maar reageer het even in de chat, mensen. Want dat is het woord van de dag. Deze is ook niet eng, maar ik vind dat wel nog iets origineel. Deze dude is fucking verkleed als een ticket. Als een... Hoe zeg je dat? Wat is het exacte woord ervan? Een ticket, een afrekening, een bonnetje, een... kassaticket. Dat was het. Als een kassaticket. Die struikelt toch over zijn eigen voeten? Dus dat je echt geen ideeën hebt, mensen, dan kun je nog altijd naar buiten gaan als een kassaticket. Dit is ook absoluut een kostuum dat ik dit jaar ga dragen. Gewoon omdat ik vol positiviteit zit. Ik vind positiviteit ook heel belangrijk. Een positieve energie is heel belangrijk. En ik denk dat je dat met deze kostuum gewoon naar buiten kunt brengen. Ik vind dat ook maf hoe dat je de positiviteit van een kostuum kunt zien afstralen. Maar je zult dat wel snappen. Vanaf dat je de foto's beat ziet, ga je begrijpen van wow. Dat is echt een walm van positiviteit dat over u komt. Nu, het kostuum waar ik over bezig ben, is dit kostuum. Je ziet dat gewoon, ja, dat is echt positief. En ik heb echt zoiets van, ja, daar wil ik mee rondlopen. Eigenlijk een heel jaar door, niet alleen op Halloween. Dus ik denk dat ik dat gewoon ga aanschaffen. En op dagen dat ik mijn eigen positief voel, draag ik dat. En dan kom ik buiten en dan kan ik andere mensen ook positief beïnvloeden. Hè? Ah ja. Het volgende is niet eng en vind ik een beetje belachelijk, maar
Namelijk deze. Dus ja, oké. Okay. Een Barbie-pop in een doos. Yeah, oké. Okay. Lijkt mij weer eerder iets voor carnaval of zo. Maar ik denk als je dit doet met een Annabelle-pop eventueel, snap je? Je transformeert de wijgen naar een of andere ja, levende pop, maar zo'n horror-pop. En je steekt dat in een doos, dan kan dat wel superleuk zijn voor Halloween. Dus ik probeer maar een beetje ideetjes mee te geven. Maar Barbie is not Halloween, hè, gesje? Volgende is ook iets raar. Dat is ook absoluut niet eng of zo. Maar we hebben hier dus een giant fucking foot. Allee ja, eigenlijk een schoen. Dat ziet er ook echt een low quality kostuum uit op de een of andere manier. Ik vind het niet echt Halloween-achtig. Maar goed, natuurlijk is het wel grappig als je zo een koppel zit of zo, of twee kinderen, maakt dat niet uit. En allee ja, je gaat aanbellen aan iemand zijn deur en die persoon doet zijn deur open en die ziet letterlijk twee schoenen voor zijn deur staan. Oh, het is origineel, maar het is, ik weet niet, ik vind het niet zo Halloween-achtig. Het mag enger zijn. En dan de allerlaatste is dan deze. En die is ook nog wel leuk. En dat behoort eigenlijk tot die kostuums die dat je zo moet aantrekken. En dat je er een heel ander beeld van krijgt. Net zoals mijn alien kostuum trouwens. Ze steken die kostuums zo raar in elkaar dat zo'n soort van effect geeft. En dat is bij deze dus ook. Die gorilla is het lichaam van die man eigenlijk. Van achter zal ik maar zeggen. En dan ja, zit hij vast in een dingen. Dat is ook nog wel iets leuk voor Halloween volgens mij. En dat zijn zo wat de raarste dat ik heb gevonden. Moest je nu zelf nog rare kostuums hebben gevonden, mocht je die mij altijd doorsturen op Instagram. Misschien voor de volgende Halloween dat ik daar nog eens een video over maak. Maar ik denk dat je ondertussen nu wel wat ideetjes hebt. Of ik heb toch zeker creativiteit kunnen aanwekkeren. Om je deze jaar op je beste manier naar buiten te brengen op Halloween. Ik ben nog altijd aan het twijfelen tussen de middelvinger en het COVID-vaccin. Maar ik denk dat COVID toch gaat winnen. Gelijk altijd. Dus ja, bij deze. Dat waren de 11 raarste kostuums. Ik had trouwens nog niks spoilen, maar laten we zeggen dat deze Halloween, dat komt op mijn kanaal, laten we zeggen dat Granny tot leven gaat komen. Maar ik zeg voor de rest nog niks. Maar we gaan even terug naar het Granny gebeuren. Maar dan iets meer real life. Dus als je daar naar uitkijkt, abonneer dan even op mijn kanaal. Zet ook even het belletje ernaast aan, zodat je elke dag een melding krijgt als ik een nieuwe video plaats. En dan hoop ik jullie weer terug te zien bij een nieuwe video morgen om 5 uur. En dan wens ik iedereen een hele fijne avond. Zo, dikke kus. Muah.